super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In deze video laat ik jullie zien wat ik eet in een weekend. Het is een zomervakantie, dus ik eet wel wat andere dingen zeg maar dan in mijn vorige wat ik eet in een weekend. Maar in de zomervakantie doe ik natuurlijk wat meer en eet ik dus ook wat meer. En ook eigenlijk wat meer ongezondere dingen. Ik heb de laatste paar dagen bijvoorbeeld ook echt super veel chips op. Maar ja, weet je, het is zomervakantie, dus dat kan gewoon. Ik heb het niet doen, maar ik heb het gisteren gewassen. Ik zeg het echt in elke video, maar het ziet er echt niet uit. We gaan even lekker beginnen met ontbijt. Oké, nou voor ontbijt heb ik dus deze zeg maar. En dan heeft mijn vader aardbeien geplakt en dat erop gedaan. Dus ja, dit ga ik nu even lekker eten. En dan steek ik dus rooibos citroen en dan melk en dan honing erbij. Dit is echt heerlijk. Ja, er was dus net iets fout ingesteld op mijn camera. Dus ja, die aardbeien met beschuit, dat zag er een beetje anders uit dan hoe het zeg maar in het echt uitzag. Ik krijg nu een rijstwafel met kaas voor het grote hier. Dus die ga ik ook even opeten. Lekker. Moet ik toch laten zien? Ja. Oké, ik heb dus een kopje jasmijnthee uit China. Mijn favorite. Oh ja, ik heb het nu door elkaar gehoord natuurlijk. Maar dit is met kokosyoghurt, beetje vruchtensap, havervlokken, pitjes en zaden en verse rood fruit. Zoals jullie kunnen zien is mijn moeder wel heel erg van de gezonde lifestyle. Oké, nou ik heb dus nu zeg maar kauwgom in mijn mond en hiervoor is dus ook braderie, dus daar ga ik ook eventjes naartoe. Ik ga eerst met mijn familie en daarna ga ik met mijn vriendin, dus ik heb er echt super veel zin in. Maar stel ik eet of drink daar wat, dan film ik het op mijn telefoon. Omdat ik het zeg maar niet zo handig vind om deze camera in mijn tasje mee te nemen. Ponies! Ik ben natuurlijk ook al heel erg lang niet naar de braderie geweest, omdat door corona en zo braderie zijn. Nee, je kan een ponies rijden, ik heb je opgegeven. Oké, nou ik ben dus nu weer terug van de braderie en ik heb ook een paar dingen gekocht. Ik heb ook twee armbandjes gekocht. Deze en die daarboven gekocht en ik vind het echt super leuk ook bij elkaar staan. En straks nog een keer, maar dan samen met Jules, dus dat is ook gewoon heel erg leuk. Maar Jules komt straks dus rond 1 uur. En ik ga dus nu eventjes lunchen. Ik heb vast een glas water en mijn vader gaat avocado toast voor me maken. Bedankt, maat. En we hebben ook watermeloen gekocht. Die ga ik denk als ik terug ben van de tweede uur braderie eten. Ik heb dus een hele goede manier uitgevonden hoe je een watermeloen... Hoe je een watermeloen moet eten. Je snijdt hem zo door midden en leg je hem neer. En dan snijd je het allemaal in blokjes. En dan kan je ze gewoon zo uithalen en dan kan je ook. Ik ga nu even lekker wachten op mijn lunchje. En dan ga ik nog lekker eten. Lunchje eruit, heerlijk met avocado eronder. Oh, het is heel heet. Wow. Ik heb nagedacht met dit. Deze is echt heel lekker. Ik ben net weer over de braderie gelopen. En de eerste keer zeg maar watermeloen gekocht. En we hadden hem zeg maar open gesneden. Ik had echt een tijdje geleden toen ik nog TikTok had. Zeg maar TikTok verwijderd omdat ik er te verslaafd aan was. Ik had het dus zeg maar zo gesneden in allemaal lijntjes en dan in blokjes. Stel je voor, dit was nog helemaal heel. Dan doe je zo en dan zit er zo'n heel lang stuk aan, weet je wel. Okay. En jullie zijn lekker aan het chap-chap. Het is 4:30 en wij zijn lekker watermeloen aan het eten. Wat is jouw top 3 fruit? Mijn top 3 fruit is denk ik watermeloen, frambozen, aardbei. Wat is jouw top 3 fruit dan? Aardbei. Ik geniet er echt hard van. Nou, we gaan nog even door met eten en dan update ik jullie wel bij het volgende wat ik kreeg. Okay, nou, als toetje hebben we lekker vanille-ijs. We hebben heel erg veel gekregen van Thijs. Dat was Thijs' pizza. Dit was Jules' pizza. Jongens, ik ben mijn shooter aan het maken. Jules heeft de onderkant gedaan, want dat mag ik zeg maar niet. Omdat er gluten in zit, maar ik ben de bovenkant aan het doen. Kijk hoe lekker dit uitziet. Ik heb dus net ook die dingen afgelikt. Dus ja, dat heb ik natuurlijk ook gegeten. Zoals ik al zei, eet ik dus niet zo gezond. Maar maakt niet uit. Ik pak deze eroverheen. Echt super leuk om te doen. Ik moest natuurlijk wel even updaten, want dit heb ik ook lekker gesnoept. Ja? Thanks, maat. Ik ben mijn video dus aan het editen en mijn vader heeft net lekker een ontbijtje gebracht. Ik heb een lekker broodje met jam en een lekker broodje met zeg maar pindakaas en hagelslag. Ik heb ook nog een lekker bakje fruit, die ananas volgens mij van de braderie en lekker banaan. Natuurlijk niet vergeten en een heerlijk lekker kopje thee. Ik ga hier eventjes lekker van genieten. Oké, nou, het is nu 12:45, dus dat betekent lunchtijd. Ik ga straks naar een verjaardag, dus daar ga ik waarschijnlijk ook wel een stukje taart en zo eten. Dus ik ga niet te groot lunchen. Ik heb nog eigenlijk aan 2 of 3 rijsttafels. Ik ga even kijken of dat misschien lekker is met kaas of met kip, weet ik veel. Dus ik ga even kijken of we dat hebben. Kaas, middag. Oh, dat maak ik ook wel voor jou hoor. Lekker, lieverd. Hier ligt het vlees, ik ga even kijken wat we hebben. We hebben lekker een pakketje van de keurslager. En hier heb ik lekker een bakje kip. We hadden volgens mij ook aioli. En ik denk dat kip en aioli wel heel erg lekker samen zijn. Dus dat ga ik eventjes kijken. Ah, we hebben ook gewoon nog aioli. Dus wat ik op mijn rijstwafels ga doen is aioli met kip. En ik ga er eentje doen met kaas. Ik ga dit eerst voor mijn moeder maken, want mijn moeder wil dit ook. Dus rooistwafels. Eerst is klaar en dan ga ik nu even wat kaas snijden. Elke keer als ik film dat ik kaas ga snijden, dan gaat het goed. Als ik het ook.
Laber. Dit is wat ik straks ga eten, maar deze is voor mama. Lekker! Nu ga ik dus hetzelfde maken voor mezelf. Delen. Want ik ga voor Lipton Ice Tea Green. Dat is toch wel even mijn favoriete drankjes. Mijn nieuwe glazen, ze zijn echt leuk man. Dit zijn onze nieuwe glazen, echt heel mooi. Lekker lunchje. Moet even lopen. Dit is ook echt zo'n zomers drankje. Wow. Cheers. Lekker. We zijn dus nu bij de verjaardag van mijn nichtje, Romy's jarig. En lekker kwartaal met slagroom. Dus dat gaat nu even opeten. Ik ben dus nu terug en ik ben dus van plan om lekker watermeloen te gaan eten. Maar ik heb dus net ook nog wat worstjes, wat kaarsjes en nog wat chippies op. Gewoon een paar snijtjes, dat stond dan bij de verjaardag. En ja, dan ga ik het wel lekker smikkelen, weet je wel. Ik ga dus nu die watermeloen snijden. Ik denk dat ik gewoon die andere helft van de watermeloen opsnij. Want gisteren hadden we natuurlijk die grotere helft gepakt, zeg maar. Ik ga jullie dus nu ook even de manier laten zien hoe ik altijd mijn watermeloen snij. Alleen voor die manier moet je wel gewoon een halve watermeloen gelijk eten. Maar ja, maakt niet uit. Eerst haal je het folietje eraf. Ja, dan leg je hem er zo op. Dan pak je dus een groot mes en dan snij je hem dus eerst zeg maar door de midden. Je houdt het wel gewoon tegen elkaar aan en dan ga je hier snijden. Hier. Nou ja, uit het midden zo een lekker stukje watermeloen. Nou, dan heb je dus eigenlijk een heel erg schattig blokje watermeloen. Mm. Ik vind het zelf wel een handige manier dan bijvoorbeeld zulke plakjes. Want ja, dan moet je helemaal je gezicht in doen. Ja, dat is ook weer even een hele leuke lifehack. Oké, wacht. Ik ben er dus achter gekomen dat 60% van mijn kijkers niet geabonneerd zijn. En ja, ik heb zelfs bewijs. Kijk dan, dit is toch ongelooflijk? Dus pauzeer deze video en kijk of je geabonneerd bent. Ben je niet geabonneerd? Ik zou het echt super erg waarderen als je wel eventjes abonneert. Oké, nou, dit is nu tijd voor avondeten. En zo ziet het eruit. We hebben aardappeltjes, shawarma en bloemkool uit de oven. Dat gaan we nu lekker opeten. En voor het drinken heb ik een glaasje water. Oké, nou, het is dus nu 10 uur en het is dus nu tijd om mijn vitaminepillen in te nemen. Verbaasd genoeg heb ik dus geen toetje gegeten. Ik weet niet waarom. Ik denk dat het komt omdat ik natuurlijk ook al een stukje taart vanmiddag op had. Ik had eigenlijk niet zoveel trek meer, dus ja, ik ga nu even mijn vitaminepillen innemen. Ik neem er trouwens eigenlijk elke avond nog maar één in en dat is de multivitamine. Want ik ben gestopt met mijn gember en met mijn magnesium, dus ja.